majesteit wordt ontvangen door majoor Karp, commandant van de Nederlandse troepen in Canada. Soldaten kwamen uit alle delen der wereld. Vele van hen ontsnapten uit bezet Holland of uit Nederlands-Indië. Zij kwamen om de wapens weer op te nemen tegen de indringer. Haar bezoek was een jongens in aansporing. Zij verlangen meer dan ooit naar het ogenblik waarop hun training zal zijn voltooid en zij worden ingedeeld bij de strijdende legers der Verenigde Volkeren.